mijn thema is namelijk van wat wel. En dat betekent dus, wat kunnen wij nog doen om vrij te blijven van genetisch gemanipuleerd voedsel? Ofwel, wat kunnen wij nog doen om vrij te blijven van list en bedrog? En voordat ik hier het antwoord op ga behandelen, wil ik eerst nog even terugblikken waar het in essentie bij gentechnologie om gaat en waarom ik mij verzet. Ten eerste, een plant, zodra die genetisch gemanipuleerd is, dan is die plant niet meer. Die kennis zijn wij dan kwijt en er, door die genetische manipulatie ontstaat er een nieuwe kennis. Echter, deze kennis is dan in handen van de grootaandeelhouders van de multinationals. Daarmee wordt kennis gebundeld en daarmee ook macht. En hiermee is het een nieuwe vorm van fascisme, de ergste in zijn vorm, en waar Hitler, Stalin, inclusief Mussolini en Mao bij verbleken. Tweede, een plant kan men ten goede, maar ook ten kwade genetisch manipuleren. Dat betekent, het is gevaarlijker dan 100 atoombommen in handen van Iran. Het derde, en dat is weet ik, net zo, eigenlijk net zoals het andere, wij raken de kennis van de voorstelling kwijt. En de kennis van de voorstelling is placebo. En er is geen wetenschapper op deze aardkloot om ons te vertellen hoe placebo werkt. Maar placebo is de kracht, is onze werkelijke kracht die met onze existentie te maken heeft. En het is de kennis van de voorstelling, is dus geloven. En geloven gaat ook altijd vooraf aan weten. Het is dus heel belangrijk. En nu ze dat weten van ons gaan wegnemen, ja, komen we dus in een vreselijke situatie te zitten. En dan komen we automatisch bij de vraag dat het bij genetische manipulatie eigenlijk gaat om ethiek en moraal. En dan is het dus zaak om te weten, wat is nou ethiek en moraal? Nou, ethiek is eigenlijk niets anders, is in essentie niets anders dan logica. Iedereen weet dat je iemand niet mag doodschieten, dat vinden we allemaal logisch. Want dat is dus, en we doen het dan ook niet omdat het onethisch is. Goed, ja, oké, goed. Echter, de Raad van State, waar we al eerder over hebben gesproken, laat telkens weer opnieuw weten dat zij dit, de ethiek als beroepsgrond, niet willen bespreken. Het betekent dus ook dat de Raad van State in niets anders doet dan het bevorderen van moraalloze en ethiekloze politiek. En in essentie gaat het hier dan ook om de reaalpolitiek van 1853, die door iedereen maar om de een of andere reden niet besproken wordt. Deze is zelfs onbekend in Nederland tot voor kort, want op 17 augustus afgelopen jaar werden we allemaal geconfronteerd met het feit dat Marika Peters van GroenLinks, dat schijnt een goede reaalpolitiker te zijn. En toen hoorde ik het voor het eerst, en ik had al enige associatie ermee en toen begon ik het te begrijpen. En later was Geert Wilders in Berlijn weer eens een keertje, en daar werd hij niet meer als anti-islam feind beneuzeld, maar werd er gezegd, nee, hij is een goede reaalpolitiker. Nou, en toen was het bij mij klaar, toen begreep ik dat het hier om de reaalpolitiek van 1853 was, en zoals u weet is allemaal in september 2010 onthuld wat dat in essentie betekent. Ik was toen 63 jaar en mij werd voor het eerst van mijn leven geconfronteerd met het feit dat onze Nederlandse Joden toen de tijd aan het gas zijn gegaan, omdat het goed was voor onze economie in die tijd. Dus u begrijpt, dat heeft toen allemaal niets te maken met antisemitisme of wat dan ook. Dit is een gewone georganiseerde roversclub. Dit dus gezegd hebbende, is het dus van belang dat het bij de reaalpolitiek van 1853 in feite gaat om de volonté de tous. En de volonté de tous is de particuliere wil van allen. En de volonté de tous die was van voor de Franse Revolutie. En bij de Franse Revolutie is dan ook de volonté de tous afgeschaft en daarvoor kwam in de plaats de volonté generaal. En dat is de algemene wil van Rousseau. Met andere woorden, het gaat dus om politiek bij gentechnologie. Dan is de vraag dan ook, wat
is politiek? Vraagt het aan iemand op straat en men zal u het antwoord schuldig moeten blijven, of je krijgt de meest verschillende varianten erop. De meeste mensen zeggen ook van, ja, maar ik wil van de politiek niets weten. Hè? Dat interesseert mij niet. En juist hier ligt onze valkuil. Want dit creëert politieke apathie. En politieke apathie is uiteindelijk funest voor de mensheid. Politieke apathie onderwerpt de mensen per saldo tot slaaf. Dus de vraag is, wat is dan politiek? Nou, hier was Aristoteles al heel duidelijk over. Aristoteles die zei, de mens is een politiek wezen. Met andere woorden, politiek is inherent aan de mens. Hieruit kunnen we verder concluderen dat politiek dan eigenlijk ook niets is dan een samenleving om collectieve waarden te beschermen. Want daar gaat het om. Wat zijn nou collectieve waarden? Collectieve waarden is gewoon dat we allemaal hetzelfde willen. Dat is ook de essentie van verenigen, waar vooral Spinoza in zijn Ethica over schrijft, wat waarschijnlijk ook een van de redenen is dat de politieke Spinoza in Nederland nog steeds niet besproken mag worden. Maar wij willen allemaal schoon water. We willen allemaal schone voeding. We willen allemaal, als we het over duurzaamheid hebben, willen we allemaal de criteria van het begrip duurzaamheid kennen. We willen allemaal in een wereld wonen die oorlogvrij is. Enfin, en zo kan ik nog wel even doorgaan. Wij hebben dus gezamenlijk, als mens zijnde, heel veel collectieve waarden. En die collectieve waarden die moeten beschermd worden. Collectieve waarden kunnen alleen beschermd worden door wetten. Kortom, wij moeten dus de macht hebben over de wetten. Als we geen macht hebben over de wetten, dan hebben wij geen controle over ons bestaan, over onze existentie, over de waarde daarvan. En het was met name in 1848, waar ik straks nog wel iets meer over zal terugkomen, maar iedereen kan het heel eenvoudig zien, en dat is het grappige, dat de film Sissi, Keizerin voor Oostenrijk, dat is een film die na het Kolen- en Staalverdrag gemaakt is in 1853, en daar zie je dus dat de revolutionairen, toen hadden die koningen geprobeerd, oké, nou, jullie krijgen een parlement, et cetera, jullie krijgen allemaal wat je wil, dat er eentje zei, ja, maar dat is niet genoeg. Wij willen de macht over de wetten. En dat waren de Hongaarse revolutionairen, en dat is dan toch bijzonder leuk als je dat weet, en als je dat in zo'n geromantiseerde historische film kan zien. Want daar gaat het natuurlijk om. Dan ga ik nog even, omdat we dus, daarom is het dus ook belangrijk dat we zo snel mogelijk niet meer gaan praten over de politiek doet dit of doet dat. Want omdat wij allemaal een bijdrage op aarde hebben, zo zie ik dat, we zijn niet op aarde om God en weet ik wat te dienen, maar wij zijn op aarde om ons verstand te verbeteren en daarmee een bijdrage te kunnen leveren en daarmee uiteindelijk gelukkig te kunnen zijn. Ja. Maar dan moet de een is daarvoor huisarts, de ander is onderwijzer, de ander is taxichauffeur, de ander die komt bij mij de straat schoonmaken. Enfin, zo hebben wij allemaal een bijdrage te leveren. Dus we hebben geen tijd om met die wetten bezig te zijn en met het beschermen van die collectieve waarden. Daarvoor kiezen wij dus politici. En politici zijn dan uitsluitend ook de uitvoerende politiek. Het zou dus gewoon verstandig zijn als we dus allemaal niet meer praten over de politiek, want dat zijn wij zelf. Het gaat om de uitvoerende politiek. De taak van de uitvoerende politiek is om de politiek te dienen en niet andersom zoals het nu is. Datzelfde geldt voor de staat. De staat is er niet, die is er om ons te dienen en niet zoals het nu is dat wij de staat moeten dienen. Het is dus heel belangrijk dat de woorden hierin juist worden gekozen en mijn sterke advies is dan ook van, maak onderscheid tussen politiek en uitvoerende politiek. Nu wij weten dat politiek niets anders is als een samenleving op weg om collectieve waarden te beschermen, kom je bij de vraag, ja, hoe doe je dat met 7 miljard mensen? De collectieve waarde staat in feite voor het algemeen belang. Het algemeen belang is tijdens de radicale verlichting van voor de Franse Revolutie, was dat een hoofdthema. Hoe kon het algemeen belang worden vertegenwoordigd? En
met die vraag bezig zijnde, en dat was dan het algemene belang, wat dan later vertaald is, in mijn ogen toch door een enorme grote denker op dit gebied dan, dat was dan Rousseau, die dan met de algemene wil kwam. Ja? En die is dan ook in artikel 6 van de eerste Frans-Amerikaanse mensenrechten opgenomen. Vraag aan iemand in Nederland iets over de mensenrechten, en niemand weet dat we die al in 1789 bevochten hebben. Het is dus niet zo dat we die gekregen hebben van de familie Roosevelt. De mensenrechten die zijn bevochten door de mensen en zijn ons nooit gegeven. Dan komt dus op de vraag, wat is democratie? Want daar ging het tijdens de radicale verlichting over. Democratie betekent, heb ik laatst weer opnieuw geleerd, van de president van het Verfassungsgericht in Karlsruhe, Duitsland, die afgelopen week een schitterend groot artikel had in de Frankfurter Allgemeine Zeitung over de democratie. En die zei, het betekent de heerschaft van het volk, de heerschappij van het volk, dat is democratie, ofwel het volk regeert. Dat brengt ons op de vraag, hoe kan het volk regeren met 7 miljard mensen? Nou, het volk alleen kan alleen meeregeren op een natuurlijke wijze. Daarom vind ik het ook zo fijn dat we hier in een hele natuurlijke woonomgeving zitten. We kunnen alleen meeregeren op een natuurlijke wijze. En door is dat door Rousseau is bedacht. En dat is dus de algemene wil. En dat betekent eigenlijk niets anders als dat de staatshoofden, die tot voor 1789 het absolutisme hadden, dus de alleenheerser, ons vooraf raadplegen over nieuwe wetten, wetswijzigingen, oorlog voeren en overige politieke kwesties. En dan kom je, en dit informeren, dat vooraf consulteren, daar kom ik later nog op terug, noemen we eigenlijk dan de algemene wil, maar ook wel de geïnformeerde verantwoordelijkheid. De geïnformeerde verantwoordelijkheid is dan ook een heel belangrijk begrip, die we amper kennen in dit landje, maar ook in Europa niet meer. Geïnformeerde verantwoordelijkheid staat gelijk aan de begrippen van het aspect van politiek gezag. Kijk, je kan van alles wel schrijven op een website en op straat en in de media, maar als het aspect van politiek gezag ontbreekt, dan kan je praten en schrijven als brugman, maar er verandert helemaal niets. Het gaat dus, en dat aspect van politiek gezag staat dus gelijk aan de volonté generaal. De volonté generaal staat dus ook gelijk aan exemplarische besluiten en exemplarische jurisprudentie. Op het ogenblik is de meeste jurisprudentie in Nederland abstract geworden. Maar ook in Strasbourg, bij het Hof voor de Rechten van de Mens. Ik heb voorbeelden bij me, zodat u dat dus kunt lezen. Want ik sta daar geregistreerd, geloof ik, als staatsvijand nummer 1. Want alle jurisprudentie die ik van die lui krijg, staat er alleen maar op. Verlinde tegen Nederland. En voor de rest begrijpt niemand waar het over gaat. Het ontbreekt daar dus aan geïnformeerde verantwoordelijkheid van Rousseau. De geïnformeerde verantwoordelijkheid is ook de politieke soevereiniteit van het individu. De politieke soevereiniteit van het individu is in 1848 afgedwongen. En dat was samen met het procesrecht van een ieder, ja, de mogelijkheid om je te verweren tegen de staat. Omdat het procesrecht van een ieder, ofwel de actio popularis, in 2005 geruisloos is afgeschaft, en waarvan Tom de Graaf mij per ongeluk waarschijnlijk begin 2010 liet weten dat dat is ingeruild voor de Franse rechtspreuk par de intérêt, par de action. Ja, oftewel, je moet interesse hebben zonder dat wij weten wie er geïnteresseerden zijn. Begrijpt iedereen dat wij terug zijn naar de volonté, de toes van voor 1789. En met deze wetenschap kunnen we dus heel veel gaan